Erik van Heeswijk, hoofdredacteur digitaal van de VPRO. Je bent hier vandaag op het ProVero-congres en hier lopen allemaal ICT'ers rond en ruimtelijke ordening. Wat hebben de VPRO en deze mensen gemeen? Nou, in ieder geval dat onze core business, zeg maar, is het opbouwen van informatie, van verhalen met belastinggeld. En wij hebben dus een taak en een verantwoordelijkheid om ons publiek op te zoeken. En daar hebben we tegenwoordig veel meer middelen voor dan we 20 jaar geleden hadden. Dus daar moet iedereen zich van vergewissen en iedereen moet ermee bezig zijn. En ik werd uitgenodigd om vanuit een aanpalende sector, in dit geval de omroep, iets van de geo-informatie te vinden. En ik denk dat er heel veel parallellen liggen, dus dat was heel leuk en aardig. Ja, je gaf aan dat deze organisaties ook, zeg maar, net als de VPRO, zich binnenste buiten moeten keren. Wat is dat, binnenste buiten keren? Wat doe je dan? Met name dat je de doelstellingen van je data, dat je die voorop stelt. En niet het verzamelen of het aggregeren van de data. Dus je vraagt je gewoon af, wat wil ik nou met die data? Wat wil het publiek nu met die data? En je probeert dat als belangrijkste oorzaak van je organisatie te nemen. En we zijn nogal gewend, en dat is heel automatisch, om naar binnen te kijken en zeggen, die data moet goed zijn. Het spul moet goed zijn, het moet bewaakt worden, het moet goed gearchiveerd worden. Terwijl je dan eigenlijk de doelstelling van het naar buiten brengen, het contact komen met je publiek, langzaam aan het verliezen bent. Je gaf als uitspraak wel mee, een uitspraak van Charles Leadbeater, die je verder niet zo interessant vond, maar behalve die ene uitspraak. Dat je niet een pad moet gaan betegelen waar geen mensen lopen. Klopt, ja. Dus je moet kijken naar wat je publiek echt wil, waar ze nu al proberen te gaan lopen. En als dat een zandpad is, dan moet je daar als eerste gaan betekenen. En dan zo zoek je je relevantie op. Dus probeer gewoon goed te kijken naar de stromen. Uiteraard kun je altijd een beetje zeggen van nou, misschien dat we dat pad net een klein beetje een kromming moeten geven, want dan wordt het wat interessanter. Maar ik zie heel veel organisaties ronde blokjes door vierkante gaten douwen. Terwijl ze eigenlijk gewoon naar het publiek moeten kijken van waar kunnen we jullie mee helpen? Welk stuk moeten we nu voor jullie betekenen, zodat jullie lekker kunnen lopen? Hoe leggen jullie als omroep dat contact met het publiek? Hoe doen jullie dat? Hoe gaan jullie in gesprek met het publiek om te horen waar zij een pad betegeld willen hebben? Nou, sowieso zetten wij het hele instrumentarium van sociale netwerken natuurlijk in. Maar we hebben panels waar heel veel VPRO'ers in zitten. We proberen op alle mogelijke manieren gewoon te beluisteren wat mensen willen. En je zult zien dat we in elk project steeds vaker in making-offs denken. Dus het project Nederland van Boven is al een half jaar bezig, maar het komt pas eind 2012 op televisie. Dus dat zuigt gewoon mensen aan die daar iets van vinden. En we proberen ook open te staan voor de geluiden die we aan binnenkrijgen. Ja, je noemt Nederland Boven even, of Nederland van Boven. Dat is inderdaad een project waar je ook over verteld hebt, omdat daar eigenlijk deze twee sectoren al redelijk intensief samenwerken. Klopt. Jij maakt dat met GeoNovum? Ja, met GeoNovum, maar eigenlijk met de hele geosector. Dus kadaster steekt er nu tijd en energie en geld in. Je ziet ook dat Rijkswaterstaat en allerlei andere organisaties daarmee bezig zijn. Je zag ook dat in de zaal misschien wel driekwart van de mensen het project kende. Dus dat zegt ook iets over de impact die het op dit moment heeft. En wij proberen op basis van de data die in de geosector leeft een programma te maken, een project te maken met allerlei interactieve applicaties. En we willen dat niet op een soort verzonnen wijze doen, maar we willen proberen om die actuele state-of-the-art informatie te nemen die de VPRO uiteraard niet heeft, maar de geosector wel. Ja, want even voor de mensen die dit nu voor het eerst horen. Nederland van Boven wordt een project waarbij Nederland van Boven bekeken wordt en gekeken wordt of die patronen, die als je ze heel snel achter elkaar zet, een verhaal vertellen. Klopt. En we zitten ook heel erg op datavisualisatie. Dus we kunnen uitleggen wat er gebeurt op televisie als iedereen in de pauze van de wedstrijd Nederland-Duitsland naar de toilet gaat. Want dat gebeurt dan met de watervoorziening in het land. Nou, dat is behoorlijk heftig. Maar we kunnen ook laten zien op jouw persoonlijke niveau online wat er gebeurt als je allerlei data combineert. En misschien wel waar je zou moeten wonen als je jouw wensen inventariseert. Als hoofdredacteur digitaal van de VPRO ben je natuurlijk al de troepen ver vooruit. Want je ziet al hoe Nederland er over 10 jaar uitziet. Maar wat zou je zelf over 20 jaar gerealiseerd willen hebben? Nou, het grappige is dat ik inderdaad ook denk in nou, misschien 10, 15. Maar ik probeer ook verder te denken. Wat mij het aardigste lijkt is dat omroepen eigenlijk het platformdenken helemaal gaan loslaten. Dus gewoon projecten maken. En als dat betekent een evenement of een augmented reality laag of een ouderwetse zender, dat we eerder in die termen denken dan dat we proberen een kanaal te vullen of een site te vullen.
En dat we eigenlijk gewoon van de inhoud zijn. En dat we het complete instrumentarium van middelen die we nu kennen, maar ook die komt, dat we die kunnen bespelen als makers. Het klinkt vaak misschien, maar dat is wel ongeveer waar ik op terecht zou willen. En dat is ook jouw persoonlijke droom? Dat is mijn persoonlijke droom.